set daarmee klaar is, zullen wij een officieus moment laten plaatsvinden waarin we het toonderjaar in ieder geval voor het beeld naar buiten toe een opening hebben gegeven. Set, ik geef je de microfoon. Het was in 1947 dat mijn tante Fie voor de eerste keer een verhaal van Marten Toner voorlas als Tom Poes een rare uitvinding. En dat ging over professor Sikbok, die de mensen bedwelmde in hun gedachtegang en droomde te doen wat ze deden zij moesten doen. En dat was gewoon een verzetsverhaal. En het was gemaakt in de oorlog. En Toner zelf zei nee, zei Toner altijd. Dat was gewoon een verhaal en dat komt wel vaker voor. Want hij was een bescheiden man, hij was een Groninger, hij was een Noorderling. En je moest je vooral niet op de borst kloppen als je zoiets deed. En dat heb ik altijd met Marten geweldig gedeeld. Zijn noordelijke bescheidenheid. Hier had hij zeer onwennig gestaan als hij zelf een woord had moeten zeggen. Want hij vindt het allemaal gedoe en te veel en is het nou zo belangrijk en moet het allemaal. En wij als het Nederlandse volk, wij zeggen ja, dat moet, want het is gewoon verschrikkelijk goed. En met Marten heb ik vaak gesproken over een musical. Hoe zou het zijn? Ik zei, Marten, wat zou het geweldig zijn als er een musical kwam van een van je verhalen. En dan zou jij de decors moeten maken. Nou, hij vertrok weer naar Ierland. En na een maand kwam er een brief met wat afbeeldingen in. En dan zag je op één afbeelding, zag je heer Bommel leunen over een muurtje. En daar had Marten bij geschreven, zo'n muurtje kan dat. Want ik was voor hem een musical expert. En een andere afbeelding was, die laatste afbeelding van hem, dan zie je Tom Poes weggaan naar een nieuw begin. En dan staat er onder bij Marten, veel te breed, maar die boom is niet slecht. Kan dat, zet. En dan had hij nog iets anders gemaakt met gordijnen van Bobbelstein. Misschien kun je iets doen met die gordijnen. Hij vond het geweldig dat er een musical zou komen van zijn strip. Dus dat weet ik dat hij dat geweldig vindt. Hoe die musical verder is, dat is natuurlijk gewoon aan het nageslacht. Er zullen mensen zijn die zeggen, ja, een musical moet juist zijn literair, dus het moet een volwassen musical zijn, dus met problematiek en symboliek. Maar hij was ook de grote kindervriend en hij schaamde zichzelf altijd een beetje over wat hij vroeger gemaakt had, maar dat vond ik juist, omdat ik het als kind meegemaakt had, fascinerend. Als je van die tekeningen ziet en je ziet Bommel en Tom Poes met maanlicht naar huis wandelen, dat ontroert me nog steeds. Dus die kinderlijke kant had hij ook. En dit is een oeuvre, ik zeg altijd, Marten, dat is de Charles Dickens, geïllustreerd van Nederland. Hij heeft ons een prachtig aantal verhalen nagelaten. En het is aan ons om dat niet dood te laten bloeden, maar om dat voor te laten leven. En ik vind het geweldig dat dus nu de musical van de ijstijd tot leven wordt gebracht op het toneel. En ik weet zeker dat Marten boven op een wolkje, hoewel hij zelf niet geloofde in het wolkje. Maar ik zei, Marten, weet je zeker dat het wolkje er niet is? Nee, dat wist hij ook weer niet zeker. Dus eventueel, op het eventueel wolkje, zal Marten met zeer veel plezier kijken naar deze nieuws. In de 70e jaren heeft het Weekblad Panorama in de tijd een aantal Nederlandse striptekenaars de opdracht gegeven om zichzelf te tekenen te midden van hun belangrijke personages. Daar was Marten er één van. Hij heeft een prachtige tekening gemaakt van zichzelf te midden van Olympe Bommel en Tom Poes, uiteraard.
Die tekening is in de tijd gekocht door Rick van Uden. Die heeft hem nu in het kader van de Toonderjaren ter beschikking gesteld om daar reproducties van te maken. Dat is op een prachtige manier gebeurd door Ton Bouw, de uitgever die hier vandaag ook aanwezig is. En die tekening is in die oplage genummerd natuurlijk. En wij vonden dat er maar eentje de nummer 1 mocht krijgen. En die wordt, als het goed is, nu naar beneden gebracht. En jou aangereikt door de personages die dat als geen ander zouden kunnen doen. Alsjeblieft, heer Gijkema. Het allereerste exemplaar in dit nieuwe Toonderjaar. Gefeliciteerd. Dank. Zit, ik weet niet of hij erg zwaar is. Ja, hij is toch maar nogal zwaar. Wel. Ik neem het alweer in bewaring. Goed zo, Bob. We geven de fotografeerde pers even de ruimte om een aantal mooie foto's te maken. Ja. Zullen we het even één om één doen? Leuk. Ja. Patrick? Patrick? Even deze alsjeblieft allemaal. Freek. Ik regel het wel even, jongens. Patrick, even deze alsjeblieft. Helemaal goed. Meneer zit er net voor, ja. Ik blijf hier van het vijf. Rob, heb jij je plaatjes al? Oké. Ja. Patrick, deze. Even deze alstublieft. Tom Poes. Voor zijn eigen dingetjes. Goed, joh. Helemaal mooi. Peggy, jij hebt je platen? Ja, niet allemaal in de lens kijken, denk ik, want ik kwam beneden net tussen. In bewaring. Hiermee zijn we aan het eind van het officiële gedeelte. De voorstel gaat om half 5 beginnen. Ik wens u een hele prettige middag. Ja.